Geen dag gaat hier voorbij of er worden spullen gebracht. En gisteren de vrachtwagen geladen. En vandaag staat hier alles en dat komt allemaal van buiten Boksel. Ik zit hier aan tafel bij Hans Verkasteren en ik ben benieuwd hoe Hans ertoe gekomen is om allerlei spullen naar Roemenië te brengen. Hallo Hans, ik vraag me af, ben je ook geboren in Boksel? Ik ben geboren in de Prinsenlijkstraat en ik ben grootgebracht bij ons in vroeger was het heette Deerdaan in Volkswijk. Ja. En er waren allemaal grote gezinnen en veel kinderen. En met die kinderen trokken wij op en dan gingen wij mee naar de Peterschool. En dan kwam meneer Vanette en die zei dan tegen mijn ouders op de oudersavonden van ik snap niet, meneer en mevrouw Verkasteren, dat jullie Hans altijd met die jongens van Jordaan optrok. En toen zei mijn vader en moeder, nou meneer Vanette, daar hebben wij geen problemen mee. Want als ons Hans nou heel gelukkig is, dan moet hij dat doen. Ja. En ik heb er ook nooit spijt van gehad. Nee. De sociale, dat vind ik heel belangrijk, want dat staat bij mij hoog in het vaandel. Mm-hmm. Want de Jordaan, dat was dan bij jullie achter, zeg maar, hè? Dat was bij ons achter in de tuin. Welke straten was dat dan? Dat was de Brinkstraat, Verstaalstraat, Verkoolstraat en de Kasteellaan. Oké, okay, dat was echt toen de Jordaan, en dat was echt Jordaan, er waren echte mensen met 12, 13 of meer kinderen, of 10, maar er waren allemaal heel grote gezinnen. Goh, en ja. Die mensen die werkten toen de tijd bij de fabriek bij de Jot, dat was een fabriek. Was het, bij de Jot. De Jot. De Jot, dat was een fabriek waar ze zonnemeer maakte. Doek voor de zonneschermen. Ja, ja. En er werkten en heel veel mensen werkten toen de tijd bij Elisabeth Bas. En er werkten toen de tijd mensen bij NGB, bij de sport, zoals we vroeger reden, bij de sport. Nou, en zo'n mensen waren dat. Ja. En hele grote gezinnen, maar hele fijne en lieve mensen. Ja. Niks mis mee. En daar trok je altijd mee op. Daar ging je dus gezamenlijk mee naar school. Dan ging je gezamenlijk mee naar school en dan deden we ook wel eens kattentraaltjes uitspreken. Zoals iedere jongen dat doet. En dat vind ik hoort ook bij het leven. Ja. Want kom je uit een groot gezin? Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Dat is ook behoorlijk, en toch? Behoorlijk, ja. Dus wij hadden bij ons 5 jongens en 2 meisjes. Oké, okay. En jij zat ergens bovenin? Ik zat er middenin. Oh, middenin. Ik hoorde vroeger bij de grote en bij de kleine. Want ik zat er 3 boven mij en 3 onder mij. Dus wij hadden ons deelt het dubbele mee. Ja. We hadden een heel goed gezin. Mijn vader die kwam oorspronkelijk uit Mil. En mijn moeder kwam uit Eindhoven. Maar in de crisisjaren ging dat natuurlijk allemaal heel anders dan dat het nu gaat. En toen is mijn vader in Boksel terechtgekomen. En zodoende is hij bij de sport gaan werken, zoals dat vroeger heette. En die is toen boekhouder geworden bij de NGB. Ach, ja. En zodoende zijn jullie daar blijven hangen? Blijven hangen. Ja. En de vaders moeten kennen dus helemaal niks van Boksel. Maar wildvreemd binnen. God. En jij zat op de Peterschool en wat heb jij daarna gedaan? Want... Van de Peterschool ben ik afgegaan en toen ben ik nog een jaar naar de Paulusschool gegaan. Want toen ik moest 14 jaar zijn, mocht ik toen gaan werken. Dus toen mocht ik nog een jaar naar de Paulusschool in Nieuwstraat. En toen de Paulusschool was ook een lagere school? Was ook een lagere school, maar dat was een soort overbruggingklas. Oké. Okay. Ik ben 8 november ben ik 14 jaar geworden en ik mocht 7 november mocht ik van school af en ik mocht 9 november gaan werken. Zo goed weet ik het nog, op de dag van gisteren. En dus, toen was jij 14 jaar of 15? 14 jaar, want toen was 14 jaar was leerplichtig en met mijn 14 jaar mocht ik van de school af. En toen zei ik, nou, dan ga ik bakker worden. Had ik altijd gezegd. En toen ben ik eerst, de eerste bakker was in Sint-Michiels-Gestel. Dan ging je bij een bakkerij of een bakkerswinkel of een... In de bakkerij ging werken. Ging je werken, ja. En dan moest je morgens vroeg gebeuren. En de baas die stond altijd om 4 uur op. En wij moesten om 5 uur op. En dan ging je werken. Tot s'avonds, 7 uur. De eerste bakker was van 5 tot 7. En dan praat je niet over uren over uren maken of van de kan niet. En was het een soort opleiding waar jij bij hem deed? Of was dat was leerling, ja, want je kende niks. Ja. Maar toen gingen we ook meteen naar de bakkerschool in Eindhoven. Daar deden we dus ons vak. Ja, ja. En dan deed je de combineren, werken en werken, studeren, om het zo maar te studeren. Zeggen. En dan moesten wij vroeger, dan ging je niet met de trein, maar je moest eerst met de fiets naar Eindhoven, naar de bakkerschool en dan weer terug. Oh jee. Dus het was niet allemaal zoals het nou allemaal gaat, want over jaarkaart of zo, dat kennen wij helemaal nee, niet. Dus, nee. Maar daar zijn we ook niks slechter mee geweest. Nee. Dat was goed.
Ja, want die, zo'n bakkerschool, dat was dan maar een paar uurtjes per dag. Dat was een bakkerschool was twee keer in de week. Dat was dinsdagavond van 7 tot 10 en donderdagavond van 7 tot 10. En dan moest je midden in de nacht op een fietsje naar huis? En dan moesten we naar huis en dan moesten we weer 's morgens vroeg om 5 uur weer in de bakkerij in Gestel zitten. Door weer en wind. En ik zal u vertellen, mijn eerste verdienste, schrik niet, ik had kost en inwoning. En ik verdiende toen 3,5 gulden in de week. En dat was dan, hoeveel dagen werken? En dan kon je werken en dan kon je je kost, kon je je vak leren. En dan was je intern, want je sliep daar en eet en kreeg maar 3,5 gulden in de week. En toen was je nog steeds 14, 15 jaar? Toen was ik ben 14 gegaan en ben ik tot 17 gebleven. En toen ben ik van 17 ben ik naar Kostelijn toe gegaan, in Liemde. Ook een bakker? Ook een bakker. En daar hoefde ik dus gelukkig niet intern. En dan verdiende ik toen de tijd 17,5 gulden in de week. Oké. Okay. Dus dat ging al fors omhoog. Dus jij voelde in één keer jij helemaal rijk worden? Ik was in één keer rijk. Dacht ik dat we rijk waren. Oh. En daar heb ik ook een jaar of 7 gewerkt, met plezier. Nou, en toen heb ik nog 2 jaar in Gestel gewerkt. En die bakkerschool, dat was een aantal jaren. En dan bakkerschool kreeg je, was 4 jaar. En dan kreeg je diploma voor bakker? Diploma voor bakker, broodbakker en pakketbakker. En heb je ze allebei gedaan? Allebei gedaan. Leuk. Nou, en toen ben ik helemaal omgeswitcht. Want toen hadden wij voor het, toen met die vakbonden kwam, dus op een gegeven moment mocht je in een dag in de week minder werken. Toen dacht ik, ja, wat moet ik toch doen? Zelfs zoals hier in Boksel waren ze die nieuwe wijk aan het bouwen. In 66 en 67 ben ik de mensen op zelfs wel particulier raam gewassen. Och, op die vrije dag. Op een vrije dag. En op een gegeven moment, toen dacht ik, weet je wat doen? Ik begin bij mijn eigen. Voor mijn eigen. Ja, want als jij dan zo'n dag in de week ramen ging lappen, hè? Op de fiets met een ladder onder je? Ja, met de fiets en dan de ladder op mijn nek. En die had je allemaal al, een ladder? En ladder had ik, die had ik van mijn, ik had bij mijn oom 100 gulden geleend. En daar kocht ik een ladder voor. En ik had een fiets, nu zo'n beste maar een fiets. En ik had een emmer eraan hangen en ik fietste dan zelfs wel met mijn emmer op mijn nek. En zo ben ik ramen gaan wassen en zodoende ben ik met de schoonmaakbedrijf begonnen. Oh, dus je belde met mensen aan van kan ik je ramen wassen? Ja, die wat er ging over, oh, die Hans die moet vragen, want die doet netjes ramen wassen en die moet vragen. En zo ging dat. En dat ging van deur tot deur. Wel leuk, en dat was heel leuk. En ik weet nog wel dat mijn eerste bedrijf, mijn vader had altijd bij de sport gewerkt. En toen dacht ik, hé, daar zijn nog wel eens relaties, kunnen nog wel eens goede relaties hebben. En toen ben ik naar meneer Zwitsloot gegaan en die was toen de tijd chef inkopen bij de NCB. En toen zeg ik tegen meneer Zwitser, god meneer Zwitser, ik ben voor mijn eigen begonnen. Heb je hier ook niet, kan ik hier ook niet iets doen, iets betekenen? Yeah. En ze zei, oh, als je wilt, dan kun je hier de ramen wel lappen van dit kantoor. Nou, ik was de koning blij, want het was mijn eerste klant. Ja, mijn dat was echt de eerste klant dat ik de ramen op een kantoor waar ramen mocht wassen. Het eerste bedrijf was klant. Het eerste bedrijf was klant en ik de koning blij. Dus ik zeg, nou, dat is toch fijn dat ik toch een eerste, dat mijn vader vroeger werkte en die ik hem nou toch als eerste klant kreeg. Ja. En zodoende is het ook. Ja. En toen had jij zoiets van, nou ga ik stoppen met het bakkersvak? Nou stop ik met het bakkersvak en toen ben ik met het schoonmaakbedrijf begonnen. En toen heb ik mijn vrouw leren kennen, ons Ria, in 1970. Toen zijn we getrouwd en toen hadden we mijn eerste wagentje. En dat was iets, mijn eerste wagentje. Ja. Met de ladder erop. En het was zo mooi, we kregen het politiebureau, dan moesten we ramen wassen. Bij het politiebureau. Maar de politie wist niet dat ik een rijbewijs had. Maar ja, ik moest toch werken. En toen heeft mijn vrouw het toen allemaal voor mij opgevangen. En toen ben ik gelukkig gemaakt. Want die had wel rijbewijs dan? Mijn vrouw had gelukkig wel rijbewijs. Die had gelukkig rijbewijs. En toen heb ik het 3 weken aan de hand, had ik ook mijn rijbewijs. Dus het eerste wat ik deed was naar het politiebureau natuurlijk. En zeggen, jongens, hier heb je mijn rijbewijs. Ja. Ik ben nou vrij van dat jullie mij aanhouden, want nou hebben jullie hier mijn rijbewijs. Ja. Oh. En zo is het eigenlijk begonnen. Er werd steeds groter, dat bedrijf. Het werd steeds groter en steeds groter. Ja, en toen op een gegeven moment, toen we het bedrijf stopte, toen hadden we toch 120 mensen in dienst. Jezus. En we waren met helemaal bij niks begonnen. Met een 100 euro van mijn oom. Uiteindelijk ben jij meer zeg maar, de directeur geworden en ging jouw personeel, die stuurde jij erop uit? Nou, ben je altijd wel actief nog steeds geweest? Ik ging met de jongens overal mee naartoe. Ik deed alles. Ik deed bij de jongens mee ramen was. Ik was de hele dag met de jongens mee. Oh toch, ja. Ik was, directeur was ik eigenlijk, was ik wel op zogenaamd, maar ik was meer een voorwerker. Ik werkte liever met mijn handen. Ja.
Dat vond ik ja, dat je er ook bij bent, ook, ook een stuk controle. En enorm fijne contacten met mensen. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Contacten met mensen, want hoe meer contact dat je hebt, hoe meer dat je ook werk kunt krijgen. En door degene door te geven van, hé, die doet het goed. Ja. Of die doet het niet goed. Ja. Of die, dan moet je dat vragen. Misschien wil die jou wel jou helpen. Maar dan krijg je ook weer een kick van, hè? Dat mensen jou graag willen hebben of dat ze weer... Ja, mond-op-mond reclame natuurlijk. Dat klopt. Ja, leuk. En dat is natuurlijk het fijnste wat er is. Want je kunt adverteren wat je wil. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk service geven. En vriendelijk zijn. En behulpzaam zijn. En dan kom je en zorgen dat je met de beide benen op de grond uitstaat. Dat vind ik altijd heel fijn. Ondanks dat je altijd op een ladder. Altijd op een ladder staat, wil ik toch. Met twee poten op de grond van de ladder dan. Twee poten op de grond en blijven zoals ik ben. En waarom? Waarom? Is dat voor jou zo belangrijk? Ik vind het sociale vind ik heel fijn. Hans, Roemenië. Hoe is dat nou gekomen dat jullie zo jullie passie verloren of hebben in Roemenië? Dat kwam. Ons schoonmaakbedrijf bestond toen de tijd 25 jaar. En toen hadden wij, mijn vrouw en ik hadden samen besloten, wij wouden geen cadeaus. Wij wouden iets doen in donatie voor een goede doel. En ik weet dat toen in Joegoslavië, toen was er oorlog. En waar oorlog is, er worden altijd ongelooflijk veel kinderen geboren. En dan komt er ons ongelooflijk veel weeshuizen. En toen had ik een goede vriend van mij, die was in Joegoslavië, bij de VN. En daar had ik eens gezegd van, jongen, kijk eens uit wat ik daar eventueel met dat geld zou kunnen doen. En toen kreeg ik een bericht van hem en toen zei hij, Hans, je moet nooit naar Joegoslavië gaan. Want, zegt hij, de Kroaten doen dit en de Bosniërs doen dat en de Serviërs doen dat. Ze pakken alles van je af en je houdt niks over. Ja. En ze plunderen alles, wat ze los en vast had. Dus toen zei ik tegen mij, zeiden wij samen, nou dan gaan we daar helemaal niet naartoe. Maar ik had toch dat geld, want het was toch, we hadden toch allemaal samen 5000 gulden toen. En ik denk, nou met 5000 gulden moet ik toch verantwoordelijkheid afleggen, want ik had ook van bedrijven en van particulieren van mensen gekregen. Dus ik vond het ook gewoon recht dat mensen weten wat dat geld bleef. Ja. En niet dat er ergens zomaar verdwenen was. Nou, en toen kwam Roemenië. Want toen kwam die omwending van Scorsescu. En toen zeiden wij, god, dat is misschien wel iets. En toen zijn wij op de Bonnefoy naar Roemenië gegaan. Wie zijn wij? Mijn zwager is toen meegegaan. En ik ben naar Roemenië gegaan. Gewoon met een autoke? Met de autoke, vol met spullen, allemaal nieuwe spullen gekocht. En dat was een ramp. Want wij hadden dat helemaal onderschat. Wij dachten, we kunnen zo de grens over. Ja, dat zou wel. Nee, dat ging zomaar niet. We hebben daar in 26 uur hebben wij aan de grens gestaan. Geen eten meer, geen drinken, geen toilet, geen telefoon. Maar dat was toen nog niet. Nee, dat was niet. Want er was nog geen telefoon. Hoe oud was je toen? 18 jaar geleden, ja, dat is dan... 18 jaar geleden was ik rond de 50. Nou, dus op een gegeven moment, toen kwam er op een gegeven moment, 's morgens, in een nieuwe commandant. En die zegt, wat is de bedoeling van jullie? Gebroken Duits en zo. Ja, wij willen hier spullen of langer hier. En hebben jullie dan vergunning? En vergunning. Wij moesten een visa kopen aan de grens. Nou, ik zeg, ja, een visa? Ja, we moesten een visa hebben. Nou, dat kostte toen ook nog 20 gulders, want het waren gulders toen de tijd. Ja. Nou, dus wij een visum gekocht. En wij mochten dan over grens. Maar toen waren we over grens. Toen dachten we, ja, waar nou? Nou, en toen kwamen we bij een dominee terecht, bij Michelo. In een dorp, kerk. In een dorp van Londra. En die zei toen tegen ons, nou, die kwamen dus via, dat er daar wel een herberg was, dat we daar over konden. Nou, en dan hadden we dus verteld dat we dus 26 uur aan de grens hadden gesteten. En toen zei hij, ja, dan zullen jullie wel honger hebben. Nou, dat hadden we wel een beetje, maar we hadden meer slaap als honger en veel spanning. Ja. En toen heeft hij ons opgevangen en toen heeft hij voor ons een vrouw. Heeft toen eten gemaakt, toen 's morgens vroeg eten gemaakt voor ons. En toen zijn we de bed ingegaan. En toen zijn we er 's middags uitgekomen en toen hebben we contacten gelegd. En daar zijn de eerste contacten bij Michelo, Ferris. Daar waren de eerste contacten. En zo zijn wij naar Roemenië gegaan. Jezus. Maar ze waren wel enthousiast toen jullie die spullen. Want als wij waren heel enthousiast. Ja, maar hun ook. Hun waren ook. Maar toen
toen ik aan die grens was, toen dacht ik, nee, hier kom ik nooit meer, want dat is voorbij. Oh, 26 uur, ik ben toch niet hartstikke gek dat ik hier, voor al mijn goedheid, dat ik hier aan de grens sta, dat ik zo mishandeld word in feite. Ja. Het leek wel of wij bandieten waren, zware criminelen waren. En toen zei die dominee, nou dan gaan we naar bepaalde adressen, naar gezinnen, spullen uitdelen. Dus we hadden schoenen, nieuwe en kleding en kinderkleding enzovoort. En ook naar een weeshuis geweest. En toen dacht ik, op een gegeven moment, nee, dit kan zo niet. Het was zo erg. Dan moeten we iets meer gaan doen. Want toen viel alles van me af. Ik denk, nee, die grens moet ik heel snel vergeten. Ja. Maar toen ik die armoede zag, toen schrok ik. Ja? Toen heb ik ook echt buiten staan te huilen. Och, want ik had er nooit geweten waar armoede was. Ik ben eens bij mensen geweest, bij gezin. En die hadden die man had zo'n smerig jasje uit. En de vrouwke had één tentje. En ze hadden 12, 13 kinderen. En toen gingen we daar spullen uitdelen. En toen zei die man en die vrouw, we moesten mee komen kijken naar een schuur. En we dachten, ja, wat moet ik dat toch gaan doen? En dat viel helemaal van rottigheid in elkaar. En er lag een varken en dat was in ons bezit. Maar achter het varken, daar lag een gehandicapt kind. En toen ging ik dus over de rooien. Want dat had ik daar nooit meegemaakt. Maar dat was verborgen. Het kind, dat was helemaal, zat dat helemaal spastisch. Nou, ik denk, dat kan toch niet, hè? Dat kan niet. Dat heeft me enorm een kick gegeven. Hij heeft me een kick gegeven van te zeggen van, daar ga ik mee door. Ja. Daar ga ik iets aan doen. Dit had ik moeten zien, hè? Dat heb ik moeten zien en dat heb ik beleefd. Ja. En daar ga ik mee verder. En daar ben ik mee verder gegaan. En zodoende ben ik zoveel jaren in Roemenië gekomen. En dat vond ik zo ongelooflijk fijn, want toen leerden we ook wat mensen kennen in Roemenië. We hadden toen nog geen stichting, want toen waren we nog maar samen. En toen had Jo verteld, die was lid van onze buurtvereniging. En iemand uit de buurt hier van de Brede Rodeweg, die had ons gesponsord. Want toen hadden ze verteld dat we een weeshuis hadden en dat die met trasje versleten waren. En dat ze geen dekken hadden. En toen zeiden ze, daar willen we jou mee helpen, Hans. Wij zorgen, hoeveel moet er hebben? Ja, Ik denk toch altijd toch wel een 80, 100 stuks. Hij zei, zullen we er 120 van maken? Ik zei, nou, daar zou ik wel blij mee zijn. En toen kregen we 120 matrasjes en dekbeddjes. Maar ja, toen moest ik ze naar Roemenië brengen. En dat kon ik natuurlijk ook weer niet, want ik had zo'n grote auto ook niet. En toen was Jo, vertel dat, die zei tegen mij, God Hans, als ik jou eens een keer plezier kan doen, moet ik je dat zeggen. Ik zeg, joh, dat komt me heel goed uit. Want die had een grote die auto? Die had een Anna-wagen. Verrekt, ja. En die zei, oh, maar dan rij ik jou wel mee naar Roemenië. Ik zeg, joh, maar het is wel even rijden. Hij zei, dat is niet erg. En hoeveel kilometer is het? 1680 kilometer, bijna 1700 kilometer. En dan twee dagen rijden. Ja. En toen zei hij, joh, dat wil ik wat doen. Ik zeg, joh, maar het is ver weg. Niks meer maken aan City. Hij zei, ik zeg, en wat zijn de kosten? Hij zei, niks. Ik rij voor jou. En toen is Jo met ons mee naar Roemenië gegaan. En die was net zo gekikt op Roemenië als ik. Want die zag dat ook? Die zag ook. Die is toen mee gaan helpen. En die zegt, nou, we doen dat. En toen op een gegeven moment, toen zijn we met een stichting begonnen. Jee. Want toen kregen we ook donaties. Maar dan moesten we wel een stichting hebben. Want de mensen zeiden, ja Hans, kan ik jouw geld overmaken? Maar als jij zelf particuliere stelling hebt, dan gaat dat niet. Dan want dat is fiscaal ook geen voordeel toen en niet. Dus je moest altijd met een stichting beginnen. En toen zijn we met een stichting begonnen. En toen is Jo toen in het bestuur gekomen. Als penningmeester. En toen is er een andere, die is secretaris geworden. Wim de Winter is naar de rand gekomen. Die is secretaris geworden. En ik ben voorzitter gebleven. Goh. Tot op de dag van vandaag nog. Ja. Want hoe lang bestaat het nou? Dat jij zo... Wij doen nou 18 jaar dit. Och, 18 ja. jaar. Ja. Hé Hans, nou ben ik gewoon nieuwsgierig. Want nou, jij gaat altijd naar hetzelfde dorp toe? Wij zitten in een dorp Salonta, maar we hebben wel meer. Wij hebben een verzorgingshuis in Tinka. We hebben in het pastoor in Belvier zitten met een weeshuis. Met jongens van 6 tot en met 18. En dat is perfect in orde. Daar mijn hand in het vuur te steken. Die heeft ook hulp. En die doet dat perfect in orde. Ik heb heel veel waardering van die man. Hoe dat hij al die weeskinderen opvangt en hoe hij die doet. En wij zorgen dat die mensen dus kleding hebben. Hij krijgt ook een donatie elk jaar. Geld, want hij is steeds aan het bouwen.
om voor die kinderen ook die kamers allemaal goed in orde te maken. En ook douches te maken en toiletten te maken. We hebben een via de vaste actie een paar jaar geleden in Boksel. Want toen zat ik ook nog in het kerkbestuur. En toen heb ik daar geld gekregen. En toen heeft de bestuur daar een oven gebouwd. En is brood gaan bakken, want in het dorp zat geen bakker. Ach. En toen is je brood gaan bakken. En toen heeft hij van dat geld dat hij dus overhield van dat brood, toen kon je daar toch weer de kinderen mee helpen. En zodoende hebben we hem ook geholpen, de vaste actie heeft hem toen geholpen, om daar die oven te laten bouwen. Zijn er ook nou projecten die daar zijn, die dan op een gegeven moment klaar zijn, die matrasjes hebben, kleding hebben, lakentjes en zo? Maar, of niet, of blijft dat constant? Als je de eerste jaren bent, dan zie je niet alleen maar ellende. Ik kwam in het ziekenhuis en toen dacht ik, nou dat is hier een vierde boel. Ja, want overal waar je komt is wel iets natuurlijk. Want daar waren van die ijzeren bedden en daar lagen van die veren in en daar was van die matrassen, daar was jutte. En dat was een en al nat en als ik het dan zo omdraaide, dan zaten hier gewoon de maaien in het bed. Oh. Ik wist niet wat ik zag. Toen mochten we het ziekenhuis gaan kijken. Nou, beneden, ik schrok van de was. Daar hadden ze niks. Toen stonden ze met een beetje was, een beetje water. Ze hadden geen poeier. Het was allemaal kapot. Het licht was er niet. Er was maar een lampje branden. Nou, het was niet van niks. Een lampje van, ik denk, van 30 watt, hooguit. En dan in de ruimte beneden. Goh, hey Hans, is het zo'n arm land dan? Is het, want ze hebben het ook een regering, of jawel, niet? Jawel, als je de gebouwen ziet, zijn er ongelooflijk mooie gebouwen. Het is ook een heel mooi land, maar het is helemaal uitgeplunderd. Zesco en zijn kanuiten, die hebben heel het land gewoon opgegeten. En die mensen arm en stom gehouden. Zeg maar, het platteland is een puinhoop. Maar de stad ook. Ja, het maar de stad wordt nu wat beter. Okay. Maar het platteland is natuurlijk. Ik heb nog meegemaakt dat de mensen in een kartonnen doos zaten met plastic. Dan zou je denken dat ze Zuid-Afrika. Nee, dat was in Roemenië. En daar is toch ook heel koud, Zweden. En daar is het heel koud, want ik had het wel eens 30 tot 35 of meer graden vriezen. Oh. En wij zijn ook begonnen met ontzettend veel dekens in het ziekenhuis te brengen. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Dat de mensen dekens hebben. De warmte. De warmte. Ja. En een stukje gezelligheid. Want die mensen waren, die snapten niks van dat wij als Hollanders hun kwamen helpen. Ja. Nou, en zodoende is gegroeid. En toen ben ik ook een paar keer met Jos Geerts. En die was toen de tijd directeur van de LTS. En die wist dat ik ook mee bezig was. En die zei, God Hans, zullen we ook niet eens projecten in kunnen zamelen? Met z'n tweeën, en dat wij poelt inzamen en dan in een vrachtwagen laten komen. Nou, dat vond ik natuurlijk wel helemaal mooi van Jos. Toen zei hij, nou jongen, dan zorgen wij zorgen voor in spullen in te zamelen. En dan doen we hier in de school, onder in de kelder. Hij zei, en dan laten we de vrachtwagen komen en dan laten we de jongens laaien. Hij zegt, en dan rijden mooi gezellig met de mee. En dan zei, dan gaan wij het Roemenië uitdelen. En zodoende is dat allemaal zo gelopen. Zo is het toen begonnen eigenlijk. Zo is het toen begonnen. Nou, en Jos die had gebouwd. Die heeft daar een peterschool gebouwd van de familie Vergeel. En dat is toen helemaal ingericht met meubilair. En wij hebben daar... Het is een lagere school. Een lagere school voor gehandicapte kinderen. Zo. Voor gehandicapte kinderen. Die jongens, de leergang is heel minimaal het leren. Maar ze leren iets. En dat is al heel belangrijk. Als ze maar iets leren, dan is het al heel goed. Want er zitten ook jongens op van de jaren 16 hoor. Zit er nou nog wel op. Goh. En die zitten er al jaren. En daar hebben wij boven. Is er slaapplaats gereserveerd. En daar hebben wij bedden naartoe gebracht. Maar die kwamen weer uit de kazerne uit Oorschot. Want dan wist ik weer van Frans CD uit Boksel. Die zei, jongens, ik kan jou daar wel aan helpen. Dus toen wij weer naar Oorschot en daar hebben we die bedden gehaald. En daar hebben wij bedden neergezet. En daar hebben wij nog slaapgelegenheid. Want dan hoeven wij niet naar het telkos, want die waren toen trouwens geen. Maar wij slapen daar voor niks. Ja, want je probeert hoe centen zo min mogelijk. Zo min mogelijk uitgeven natuurlijk. Want je moet dat geld rechtstreeks bij die mensen brengen natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Want het is natuurlijk voor die mensen doet het. En dan nou daar, want je leert dan natuurlijk ook door de jaren heen mensen kennen. Maar waar mij nou blijft hangen, dat gezin, hè? Waar jou de varken met een kindje liet zien, hè? Heb je die nog ooit gezien, die mensen? Ik heb die mensen wel eens gezien, ja. En die hebben nou ook een betere schuur. Oké. Okay. Maar het gaat allemaal maar heel, heel langzaam. Ja. Maar je valt eigenlijk van ene ellende in de andere ellende. Ja, want als je hun iets geeft, zie je dan weer iets anders natuurlijk. In het begin, toen zei die directeur van het ziekenhuis, die meneer die zegt, ja, maar die chirurg die zegt, ja, jullie doen hier allemaal maar foto's maken, maar jullie brengen niks. En op een gegeven moment had die man wel gelijk. Maar ik denk, ja, ik moet toch iets laten zien. Ja. Want als ik geen foto's heb, dan kan ik ook niet gooien. Ja, is ook. En zodoende kwamen we weer in contact met mensen van, je kunt daar naar het ziekenhuis in Nijmegen, Knisjes Wilhelmina.
Toen hebben we hier van het Lidwina ziekenhuis in Boksel, hebben we ook bedden gehad. En zodoende groeide het allemaal uit. Ja. En nou we hebben dus, ja, we hebben een stuk of drie weeshuizen. We hebben het ziekenhuis, we hebben het verpleeghuis, we hebben het bejaardenhuis dat er toen aan de hand de Jos ook nog mee gebouwd heeft. Er is een garkeuken, die hebben we mee ingericht. Wij hebben voor Max van Jan Slager, die heeft daar ook een project op gezet in Tutka. Want er worden mensen gedumpt, worden gewoon gedumpt. Hoezo en, gedumpt? Daar zijn mensen die helemaal niks gewend, die helemaal geestelijk in de war zijn. Oh. Mensen die geen benen hebben, die in een rolstoel zitten of op een stoel zo zaten. En er heet Max, het is een echtpaar uit Nederland, is daar toevallig terechtgekomen. En die is toen bij Jan Slager bij Max terechtgekomen. En daar hebben wij contact opgenomen met Max. En toen hebben wij daarmee ingericht. En Max heeft gebouwd. En die heeft er nou drie van die grote gebouwen neergezet. God. Met alle sanitaire ruimtes. En die mensen die zijn daar nou weer fijn. Want er zijn mensen bij die weten niet hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen. Die kunnen nog lezen, nog schrijven. Oh, ja. En er zaten mensen bij die hadden nog eens geen rolstoel. Die zaten gewoon op een stoel. En ja. Hallo. En nou is dat, nou daar hebben wij ook ingericht mee en nou daar zijn we heel blij mee en die doen we nog steeds helpen met materialen. Maar dat is allemaal een bepaald gebied van Roemenië, want daar zit allemaal een beetje bij elkaar. Zit allemaal bij Salonta, ja. Er zit ongeveer een 35 kilometer van Salonta. Hans, en dat moet toch eigenlijk ook zo bij de regering komen, dat er toch zo Nederlanders zijn die zo aan de weg aan timmeren zijn, of is dat niet zo? Nee, we hebben met de overheid in het begin, we hadden met de overheid niet zo fijn, want we hadden iemand die was commissaris bij de politie in Salonta. En die man die nam kennis met ons op en die zegt op een gegeven moment, zullen jullie niet eens wat bureaus of kasten over hebben? Want de politiebureau, daar zag er niet uit. Daar zag er niet uit. Alles was kapot. En allemaal rot. Nou, en toen hebben wij daar kasten naartoe geschouwd en bureaus. En op een gegeven moment komen we bij die gemeentehuis en toen zei die mevrouw, die zei, nee, geen bureaus hier. Ik zeg, wat zo? Nee, want er zitten geheime zenderkens in. Oh, hoe gek kunnen ze zijn. Ja. Geheime zenderkens. Ja. Geheime zenderkens zaten in het bureau en in de kasten. Mochten niet in. Dus wij hadden die bureaus allemaal achter bij het gemeentehuis en bij het politiebureau uitgeladen. En toen mocht hij niet naar binnen. Hij mocht niet naar binnen. Nou, ik dacht, ja, maar dat doen we niet. Dus toen dachten we, dan maar een omweg. En toen gingen we via omweg door de voordeur. En toen hebben ze boven op de trap neergezet. En daar zijn ze naar kantoor gegaan, want er waren mensen bij die hadden helemaal geen ideeën van, er zitten zendekens in. Die wouden heel graag die bureaus. Ja. Daar staat eraan, gingen wij kleren uitdelen. En toen had ze een fiets van ons, als ze gekregen. Maar wie, die vrouw? Die vrouw had de fiets en ze was kleren uit te zoeken. Ik denk, maar dat gaat niet, hè. Dat gaat niet, hè. Zij heeft hem gisteren men zo beschuldigd van zendekens. En dat zij daar nog een positie had om te werken en daar nog een fiets krijgt. Dus ik trok die fiets van de hand af, ik trok die zak met kleren uit de hand. Ik zeg, jij gaat eruit. Ja. Raus. Er zitten allemaal zendekens hierin. Allemaal zendekens. Ik zeg, jij gaat eruit. Ja. En toen zag ze pas dat ik het was. Ik denk, ja, maar ik ben toch niet gek. Nee. Men eerst van gek laten houden en dan ga je hier spullen komen halen waar je helemaal niet nodig hebt. Want zij had gewoon een baan natuurlijk. Zij had een baan bij de gemeente en ze had een stempel natuurlijk op de kaart gekregen van de gemeente. Dat ze daar ook kleren uit kon zoeken natuurlijk. Hè. Ja, dat is ook corrupt eigenlijk. Zo corrupt is dat, hè. Nou, en daar gaan wij dus. Maar daar zijn we toen heel snel achtergekomen dat niet werkte. Want het is allemaal. Jullie zetten daar de kleren neer en alle spullen. En dat wordt dan bewust naar instanties gebracht, hè, ziekenhuizen of weeshuis. Maar. Er is natuurlijk ook iemand die daar zit, die weet wat naartoe moet, of niet? Ja, wij hebben dus in de loop der jaren goede contacten met het cultuurhuis. Met het cultuurhuis, dat is zo net zoals wij hier vroeger de rots hadden en de ark. En dat is het cultuurhuis en daar is Carme. En die Carme die heeft dus die hele cultureel centrum. En dat cultureel centrum, dat beschikbaarste, doet ze aan ons beschikbaar stellen. En daar kunnen wij spullen brengen. En dan hebben wij daar, van Molenwijk gingen ze toen de tijd verbouwen. Daar hebben wij al die deuren van meegenomen die erover waren. Hebben we naar Roemenië genomen en daar heeft Jo Vertella het als scharen onder gemaakt. En dan zetten we daar, dat is dameskleding, dat is herenkleding. Dat ja, is, een soort winkel. Een soort winkel, ja, een tweedehands winkel. Ja. En dan mogen die mensen gratis uitkomen zoeken. En dat doet zij beheren? En zij heeft contacten. En die contacten, dan krijgen ze een stempel. En in die stempel, in die envelop, daar zit een stempel in dat zij
aan de beurt zijn. Aan de beurt zijn. En als dan zo'n gezin komt met zo'n stempel, die mogen dan voor heel het gezin kleren natuurlijk. Voor de kinderen, vader, moeder. Ja, en zij krijgen gewoon hoeveel kinderen ze hebben. En dan kunnen ze ondergoed uitzoeken. En dan kunnen ze herenkleding en dameskleding en kinderkleding en schoenen. Daar zijn ze ook wild op, want schoenen zijn heel kostbaar daar. Ja, nou, dat is gewoon. En we hebben ook voor de kinderen speelgoed. En we krijgen toch vrij veel speelgoed binnengekregen. Nou, dat is ook fijn, want dan kunnen de kinderen toch wat speelgoed geven. Of een kind met een pop. Nou, wat is als je niks hebt. En je krijgt een pop. Oh, geweldig, ja. Of je krijgt een auto die je nog nooit gehad hebt. Nou, dan lacht je zelf, want dan zie je dat de kinderen daarvan genieten. En daar genieten zelf ook van. Ja. Maar je bent er natuurlijk wel altijd mee bezig. Ja. En het nou ook niet Hans zo, want dan je gaat weer terug naar Nederland, want je bent geen god, hè. Nee, je kunt niet alles doen. Nee. Het lijkt me toch ook wel heftig om het, want ja, je kunt iedere keer een klein beetje doen, maar je kunt het niet doen. Maar je gaat weer terug hier naartoe. Ik zou er bijna denken, een trauma aan overal, als ik zo'n kind zie liggen achter zo'n varken. Dan vergeet je toch nooit meer zo'n beeld? Nee, dat vergeet ik ook niet. Dat beeld blijft ook heel mijn leven bij jou. Maar je moet het ook van je af kunnen zetten natuurlijk, want anders kun je niet meer doorgaan. Hè? Je moet niet alle... Ja. Kijk, in het begin had ik er heel veel moeite mee. Want zijn mijn vrouw altijd, als leer zei dan, als ik uit de week, Hans, waar ben je stil? Ja. En dat was ik ook. De eerste dagen was ik heel stil. Ja. Want dan zag ik al die beelden bij me komen van, oh ja, wat was dan weer een armoede en wat was dan toch weer een armoede? Ja, dat moet je allemaal verwerken, hè? Dat moet je verwerken. Maar op een gegeven moment, dan leer je daarmee leven, hoe erg dat het ook is. Maar je doet iets voor die mensen, je betekent iets voor die mensen. Je kunt niet heel de wereld helpen, dat zou ik het liefste willen. Ja. Hè? Maar dat kan nou helemaal niet. Nee. Maar ik zeg altijd, ik heb een boom en aan die boom, daar komen vruchten aan. En als die boom vruchten geeft, dan heb ik het goed gedaan. En gaat die boom dood, dan heb ik het slecht gedaan. Ja. En ik krijg toch steeds, die boom wordt steeds groter, ik krijg steeds meer vruchten. Ja. Dus ik krijg steeds meer, ik heb er enorm veel geleerd. Ik heb geleerd met armoede om te gaan, terwijl ik het gelukkig nooit meegemaakt heb. Maar ik heb het wel gezien. Ja. En daar leer je mee. Ja. Maar ik heb ook gezien hoe de mensen kunnen genieten van iets wat ze krijgen. Ja. Maar wij wegdumpen. In feite dumpen. Want wij gooien veel weg. Wij gooien veel weg. En nou heb ik toch nog wel heel veel mensen die mij daarin helpen. En niet alleen in Boksel, maar die zitten verspreid. Ik kom in Tilburg bij een stichting. Ik kom bij zuster Clara de Burgt in Eindhoven. Daar waren zusters vroeger van Voorburg. Ik kom bij zuster Ludwien van Schijndel, van de Zusters van Liefde. Als je ziet wat die met Kerstmis daar in actie hebben gehouden om daar dekentjes te breien. Dat is ongelooflijk. En er waren mensen bij die konden niet breien. Dan zeiden ze, dan betalen maar Rijksdaalder. Want dan kunnen we garen kopen. En zodoende hebben die zuster van Schijndel daar heel veel dingetjes gebreid. En dan ga ik ook kleding halen en schoeisel halen en andere spullen halen. Zo is het hier bij de Lidwina, verpleeghuis, mensen die overleden zijn en die kleding achterlaten. Nou, dan bellen ze hem op en zeggen ze, Hans, zou jij die kleding spullen opkomen halen? Modeweide is precies hetzelfde. En heb je daar gewoon helemaal zelf zo netwerk gemaakt? Dat netwerk heb ik zelf gemaakt, ja. Ja, maar wel via natuurlijk, via jou. Want ik doe natuurlijk ook vrijwilligerswerk bij Modeweide. Ja. Dat doe ik ook nog. Ik doe nog mee vrijwilligerswerk. En dat vind ik ook leuk, want ik vind het ook leuk met oude mensen om te gaan. Dat vind ik ook weer apart. Ja. En dat blijf ik ook blijven doen. Je moet altijd zorgen dat je onder de mensen blijft. Onder hè? De mensen blijft. Maar je moet wel zorgen dat je tussen de mensen staat, maar niet boven de mensen. Nee. Je moet altijd zorgen dat je ertussen bent. En ik vind het fijnste om tussen de mensen te staan. En ja. Als ze oud of jong, ik heb het fijnste plezier in mijn leven. Ja. Je kunt van heel veel mensen warmte krijgen. En als ik in Roemenië kom, dan voel ik die warmte. Dan voel ik net of ik bij de winter bij de verwarming zit. Oh, ja? Dan krijg ik iets voor terug. Ja. En zo is dat hier natuurlijk ook. Want je zusters van de Witte Zusters, die zamen van alles in. Die zamen daar onder in die kelder bij Molenhof, zamen ze spullen van mij in. Bij Hully. Mensen die zeggen, doe dat maar weg. Ja. En dan behoren ze dat. En die wassen eruit. En als er iets kapot is, dan maken ze dat. En dan ga ik dan halen. Hans, wat voor spullen kun je nou eigenlijk gebruiken om mee te nemen? Nou, wij kunnen gebruiken schoenen, dat is heel fijn. Kinderfietsjes, goede fietsen. Goede kleding, goed ondergoed. Pyjama's voor verpleeghuis of ziekenhuizen aan arme mensen, dus dat is ook heel belangrijk. Donsdekken, overtrekken, dekens.
Matrassen? Met goede eenpersoonstrassen, maar geen tweepersoons, want die kamer is veel te klein. En net zoals keukengerei. En keukengerei, potten en pannen en bestek en potten schoon zijn, serviezen. Ja, daar leggen ze de vingers vanaf. Speelgoed, knuffels. Speelgoed, hè? Lampen. Oh ja. Verlichting. Hè? Gewoon een fatsoenlijke verlichting. Hoeft niet luxe te zijn, maar een fatsoenlijke goede verlichting. Ja. Wol. Wol. Dat is heel belangrijk in Roemenië. Hoezo, restjeswol? Restjeswol of klosjeswol. Ja? Ik heb een paar kloosters. Die zusters die breien wol. Die doen, en van die wol breien ze allemaal dekens. En die dekens die zijn in de winter heel lekker warm. Maar dan maken ze allemaal van die blokjes. En die haken ze af, naaien ze aan elkaar. Ja? En daar hebben wij grote dekens voor. En die leggen ze op stoelen die kapot zijn, maar dan is het toch netjes. Maar ze leggen ze vooral op weeshuizen, op bedden, want er is geen centrale verwarming. Het is lekker warm. En dat is lekker warm. En ik heb een breiclub in Den Haag. En ik heb een breiclub hier in Boksel van Annie en Jan Swinkels. Want die zitten in breiclub in de Orion, in Lijnsheuvel. En daar hebben ze bepaalde dames. En die breien daar dekentjes. Echt waar? Dus, en die komen bij elkaar om te breien? En die komen bij elkaar om te breien. En dan hebben ze weer een enkele dozen vol, of zakken vol. En dan zetten ze hier neer. En daar zijn we heel blij mee. Ja. En als nou mensen restjes wol over hebben, dan zouden wij er heel blij mee zijn. Maar dan hoeven die mensen die wol niet te kopen. Ja, en dan kunnen wij die mensen de breiclub in Boksel of in die kloosters ook. Want er zijn natuurlijk ook wel zusters die graag willen breien, ook in Boksel. En dan kunnen wij die wol dan aangeven. Ja, gewoon dus, een leuk idee. Dus, ja, maar eventjes andersom. Wat kun je niet gebruiken? Grote meubels, kasten. Tafels. Stoelen. Alleen maar stoelen die we mee. Opklapstoelen. Stoelen die je zo in elkaar kunt stapelen. Oh, die kunnen we wel meenemen, want dat is niet zo'n groot transport. Ja, hè? Ja. Jullie hebben een container. We hebben een container. Die laden jullie. Vertel eens. We hebben een container. En die container is 15 meter lang. Hmm. En daar gaat om en om 50 kuub in. Dat wordt hier bij ons op de Brede Rode wordt het ingepakt. En daar hebben wij een echtpaar, twee echtpaar, Wim en Gilia en Toos en Henk het Vught. Zijn kennis van ons, die doen daar al jaren pakken die hierin. En dan hebben wij gelukkig een Jo Vertelaar, die is toen naar de Eindhovense weg verhuisd. En die heeft daar mensen leren kennen. En die hebben, dat is Mien en Frans van Oschot. En dan moet ik zeggen, daar hebben wij ongelooflijk fijne mensen aan. Die hebben dus die poeder, de schuur wat ze hebben. Want die hebben een boerderij, hè? Een boerderij, ja. En die schuur die is leeg. En die hebben wij gekregen. Oh. En daar hoeven we nooit en nimmer iets voor te betalen. Geweldig. Dus dat is gratis. En dan kan ik zeggen, ik kan bijna zeggen, dan kan ik met tijden en ontijden komen. Ik kan er altijd spullen brengen, want als ik denk, ja, hier staat toch wel te vol. Want ja, brengen ze ook allemaal, en brengen ze fietsen, daar zijn ze wild op. Want ja, heel veel lopen, hè? Maar zoals dat hier vroeger ging ook. Hè? Ja. Je moet alles terugdraaien naar 50, 60 jaar terug. Ja. Hè? En ik denk ook wel dat het in loop van, wij maken dat niet meer mee. Maar ik weet zeker dat er een tijd komt in Roemenië dat de mensen beter krijgen. Als er maar werkgelegenheid komt, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, is er ook veel werkloosheid? Er is heel veel werkloosheid. Kijk, de instanties van de overheid, van de EEG, die geven daar enorm veel geld uit. Ik zeg wel eens, ik wou dus eens een keer in die potbok gaan van de overheid. Hè? In Den Haag, of in Brussel. In Brussel. Dan kon ik rechtstreeks die mensen helpen, want ik vind nog steeds dat die regering te corrupt is. Nou, en dan zeg ik, ik wou dat ik iets van hulp iets kreeg. Dan konden wij daar te plaatsen of in omliggende dorpen nog heel veel doen. Want is daar een president aan het... Dat is een president, ja. Okay. Maar we hebben wel in Salonta een hele goede burgemeester gekregen. Ja? Ja, die is nou voor de tweede termijn gekozen. En die werkt ook echt met hem mee. En die denkt ook met hem mee. En die is ook niet corrupt. En die is heel... Goed heel van harte. Goed van harte. En die zie je ook. En die komt ook kijken als er kleding uitgedeeld is. Nou, we hebben nog nooit geen burgemeester gehad. Nee. Die kwam kijken wat er in het cultuurcentrum en kleding had gedeeld wordt. Nou, maar hij komt persoonlijk kijken. Oh ja? Goh, ja, en hij stuurt ook een paar politieagenten die er toezicht over houden dat er niet gaan stelen of zoiets. Weet het is ook spannend, hè? Want waar komt het terecht? Hè? Je kunt wel zeggen van, hè, ik ga uitdelen en spullen, maar je weet ook niet waar je terecht komt. Nee, we weten nooit waar terecht komt. Nee, want het afgelopen... Je bent nooit alleen? Nee, we zijn altijd een paar man. Ja. Hè? En jullie blijven ook altijd wel bij elkaar zo, het is niet zo dat Nee, wij hebben wel projecten dus waar we allemaal gaan kijken met ziekenhuis en met verpleeghuis en bij bejaardenhuis. Maar we hebben wel gezinnen waar we niet allemaal met z'n allen naartoe gaan natuurlijk. Want hoeft niet als stichting met 6 mensen of 8 mensen bij gezinnen. Maar iedereen heeft daar zijn eigen... Kijk, ik zit bij het bestoor, hè, die heeft zijn eigen problemen. Nou, dan ga ik daar een avond naartoe.
met twee mensen en die, nou, die, dan hoor ik het wat, die, wat ik hem eventueel mee kan helpen of ja. Hè, wat hij weer blij kan zijn nodig of wat hij nodig ja. heeft. Ja. Nou, en zo heb ik, een andere die heeft dat project en een andere heeft dat project. En er was weer een iemand, Wim, die heeft toen op een gegeven moment, hadden we een gezin gevonden via, want we hebben ook iemand van onze stichting daar zitten, Marian, en die... Die woont daar? En die woont daar. En die had op een gegeven moment gezegd van, nou, ik heb hier eigenlijk een gigantisch groot probleem, een gezin. En die moeder was weg. En die kinderen, die vader bleef met vier kinderen zitten in een hut. Verschrikkelijk. Geen sanitair. En die kinderen moesten naar het weeshuis. Enfin, die woning opbouwen knappen, eventueel als stichting. Ja, zij hebben dat nooit gedaan, een woning opknappen, want wij deden het altijd via instanties. Wij helpen bij ziekenhuizen en ja. transport, want dat is natuurlijk een enorm grote post al bij ons, transportkosten. Maar toen hebben we toch een huis gebouwd. Dat huis hebben wij helemaal gebouwd voor die kinderen. En dat is natuurlijk wel heel fijn geweest, want dan is die vader kan toch zijn kinderen bijhouden. Ja, want dat zou toch erg zijn als de kinderen van hem afgenomen worden. Juist, ja. dat is het. Kijk, en in de ziekenhuizen is zo, dat is het ergste. Er zijn enorm veel ja, jonge mensen, zeg maar, ja, ook 16, 17 jaar of zelfs nog jonger. En dan wordt er een baby geboren en van wie die baby is, of dat nou van de broer of zus of van de broer of van de neef of van de vader, ik weet niet, wij weten dat niet, hoeven ook niet te weten. Nee. Maar die worden dan gedumpt, gewoon gedumpt. En die blijven dan 3 maanden in het ziekenhuis en dan was dat weeshuis. Dus die weeshuizen die komen, die worden steeds en steeds groter. En dat komt, de oorzaak lag bij de eerste instantie bij de overheid, want Kozesko, zijn vrouw, die had gezegd, dan moeten hier voor kinderen komen, want die moeten voor de ouderen zorgen. En die heeft toen die pil afgeschaft. En dan krijg je natuurlijk een enorme verschuiving. Ja. En omdat die pillen niet in het ziekenhuis en het ziekenpakket zitten, ja, gaat het allemaal maar door. Ja. En daar willen ze nu iets aan gaan doen in Roemenië, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat die kinderbeperkingen natuurlijk, dat die kinderen niet op zo'n jonge leeftijd geboren worden. God. Want ja, zo'n kind wordt geboren en waar komt het dan weer terecht? Ja. Een kind krijgt een kind, is het een dan? Een kind hè? Krijgt een kind en waar komt het kind terecht? En dan heb ik wel eens moeite mee en dan heb ik ook wel eens tranen in mijn ogen. En ik zeg van, nou, zal ik het niet mee naar Boksel nemen? Ja, want dan, want dan zie ik zo'n kind en dan denk ik, god, wat heeft mijn kleinkinderen het dan goed? Laat het eerlijk wezen, wat heeft mijn kleinkind dan goed? Ja. En dan denk ik, ja, het is toch enorm zielig. Maar ja, dan moet je verstand weer op nul zetten. En dan moet je zo'n kind daar achterlaten. En dan moet je achterlaten en dan geef je wat spullen mee en wat babykleding. Hè? Ja, dan geef je het ziekenhuis ook babykleding mee, want dan kunnen ze goed gebruiken. Nou, en dan hoopt u maar dat het allemaal goed komt als die meneer hulp geeft straks. Ja. Hans, hoe kom je nou aan het geld? Zijn er ook mensen die sponsoren? Of? We hebben wat kloosters. We hebben ook een particulier, maar we hebben ook wat kloosters. En die hebben behoorlijk een donatie de afgelopen jaren, donaties voor ons gedaan. Dus om onze stichting overeind te houden. Want van Stapelen hebben we op een gegeven moment, toen kwam van Stapelen, de paters? De paters van Stapelen. En daar was ik mee in contact gekomen met Mart Lemmers. Die kende ik goed, want die kende ik vroeger al van Modeweide. En toen zei ik, god, Martin, die moet me toch eens een keer iets kunnen helpen of zo. En toen zei hij, wat kan ik jou dan plezier mee doen? Ik zeg, god, ik zit in de prochie, in Salonta. Ik zeg, en die bestoren, die heeft een slechte stem. Ik zeg, en die kerk is toch nog vrij groot. Ik zeg, en er zit geen geluidsinstallatie in. Misschien kunnen we wel misschien ergens een instantie waar ze tweedehands hebben of goede hebben. En toen zit die tweedehands, zit die? Ik zeg, ja, tweedehands, wat dan? Hij zei, ik zal er wel eens over nadenken, ik zal er wel eens bij ons over hebben. Nou, en toen kregen we, een paar weken later aan, kreeg ik bericht van Stapelen, van de paters. En die hadden 10.000 gulden overgemaakt. En dan konden we daar in Tilburg die geluidsinstallatie gekocht, want daar zit die firma. En toen hebben ze die aangesloten, iemand Boksel heeft iemand aangesloten mee. En toen hebben ze daar een kerk geïnstalleerd. Met een hele nieuwe geluidsinstallatie. Want ik was eigenlijk al blij met een tweedehands. Maar ja, als er iets met een tweedehands gebeurt, ja, je kunt geen onderdeel kopen natuurlijk. Nee. En dat is al, nou, wel zeker al een jaar of 13, 14 jaar zeker geleden. Zo. En hij doet het nog steeds goed. Want als ik in Salon kom ik altijd in de kerk. En hij doet het nog steeds goed, de geluidsinstallatie. Ach, dus, wel leuk, ja. Nou, en dan krijgen we van kloosters krijgen we ook donaties van. Want die, ja, ik doe bij Molenweide natuurlijk vrijwilligerswerk. Maar en dan zeggen ze in Den Bosch, nou, jij doet zoveel, wij willen jou wel wat terug doen. Nou, en dan doen ze een donatie. Dus. Ja. En dan kunnen wij die transporten dan van betalen. Want elke transport moet je toch rekenen houden dat die dikke 2800 euro kost.
Dan komt een container. Een container, ja? Ja, op de vrachtwagen. Een container op de vrachtwagen. En die container die wordt naar Genk gebracht, naar België. En dan gaat die rechtstreeks weg. Hoezo? Maar met op de trein? Op de trein. Oh, dan gaat je op de trein. Ja, dan ja. Gaat je op de trein. En dan rijd je naar Oradea, dat is een stad vlakbij in Bio. In Bio, dat is de provincie net als wij Boksel in Noord-Brabant ligt. Dinsdag morgen wordt die van Oradea met het transportbedrijf van daaruit naar Salonta gebracht. En dan komen we in Salonta, komt die aan. En daar hebben wij een oude fabriekshal. En die hebben we ook gratis gekregen. En daar worden die spullen opgeslagen. De gemeente die komt dan met zo'n tractor of met een oude kar. Mm-hmm. Die komen dan die spullen ophalen, hè, wat ze nodig hebben. Het verpleeghuis die komt ophalen wat zij besteld hebben. Hè, dat zijn krukken en incontinentie luiers en broekjes. Dat is natuurlijk ongelooflijk, dat betekent toch heel veel. Want ik heb een verpleeghuis, ja, daar hebben ze dat spul niet. En in bejaardenhuizen ook niet. En die mensen zijn ook net zoals hier incontinentie. Oh, ja. En ja, als wij dan een paar dozen hebben, ja, dan zeg ik al, wie moet het geven? Ja, dan doen we het maar eerlijk delen, want ja. En dat is misschien voor een paar dagen en, natuurlijk. Ja, hooguit, want, misschien twee dagen, hooguit, want, en dan is het op. Ja. En ik heb dus bejaardenhuis, verzorgingshuizen en ziekenhuizen ook. Ja, ze kunnen het allemaal heel goed gebruiken en daarom dekken ze de vingers eraf. Mm. Hey Hans, maar even over die container. Dus die wordt dan daar uitgeladen. Ja? Maar die transportkosten van zoiets. 2800 euro kost van transport. Jee, zeg. Ja. Ja. Dat is veel geld, hè? Dat is veel geld. Dus jullie doen die container ook tot de nok toe vol halen? Tot de nok toe vol, ja, want het zit helemaal vol. Ja. Alles zit erin wat we inderdaad in de loop van het half jaar hier gespaard hebben. Ja. Dus dat gaat allemaal mee naar Roemenië toe. En dan zijn we binnen 2 dagen is alles weg. Hé hey Hans, en... En dan doen die jongens, ja? Die doen dan daar de vrachtwagen uitladen. Ah, ja, ja. Ja. Uitladen. Wij laden hier een Boksel vol, maar de Romeinen halen hem daar leeg. Okay. En dan heb ik van die witte sportschoenen, van die Adidas of andere merken, daar zijn ze wild op. Ja. En dan doen ze heel die vrachtwagen leeghalen voor een paar schoenen. Nou, dat maar die krijgen ze dan of en zo? En die krijgen ze voor ons als waardering. Als, oh ja, hè, dat ze geholpen hebben. Geholpen hebben. En daar zijn er ook bij, die hebben de loop der jaren een fiets gehad, want die studeerden. En die jongens die hoeven dan niet de voet naar huis te lopen, maar die moeten dan 4-5 kilometer lopen naar school. En dan weer terug. En die hebben dan een fiets gekregen als prestatie. Ik zeg altijd, ze moeten er ook iets voor doen. Hè. Het is niet dat wij alleen maar brengen en jullie niks doen. Nee. Met de hand in de zak houden, want daar heb ik het ook nooit mee kunnen verdienen. Nee. Je moet je hand laten wapperen. Mijn vader zegt altijd, je hebt 2 handen gekregen en die moeten laten wapperen. Ja. Hey, en jij ook? Ga jij ook nog, of niet? Ik ga mee, ja. Ik ga ook zelf mee naartoe, ja. Maar hoezo mee? Want de container is al weg. Dus ja, jij de container is weg. Maar jij gaat... Maar ik heb een hele goede garage in een bos. 2 keer per jaar sponsort hij mij die bus. Zo, dus hij betaalt de benzine of de hij diesel? De diesel die doe ik dan zelf. Oké. Okay. Maar de bus die betaalt hij. En ik mag onbeperkte kilometers rijden. Dus het zit er niet aan, ik mag maar zoveel kilometer. Er moet zoveel vergoeding bij komen. Ja, dus per kwartje of 2 kwartjes. Dus dat is niet. Dus ik krijg bij hem die bus beschikbaar gesteld. Ik mag er mee naar Roemenië rijden. Ik mag onbepaalde kilometers rijden. En dan heeft hij mij daarvoor gesponsord. En is het een behoorlijke bus ook? En dat is een bus, ja, behoorlijke bus, ja. En die gaat ook een nokkie vol? En die zit ook tot een nokkie vol, ja. En daar zit een bus, voor, ja, zeg maar, twee zittingen voor en een bank achter voor 3 personen. En dan nog een mooie laadruimte. Ja. Dus daar nemen we nog allemaal dingen mee die we denken, ja, die kan met transport iets te veel leiden. Ja. Die zijn gevoelig. Nou, die nemen we dan in de bus mee. En dan hebben we 3 chauffeurs. En, want het is toch 1700 kilometer. Wou ik net zeggen, ja, het is toch een moment. En dan doen we dan onderweg een keer stoppen. Een paar keer. En dan doen we in Hongarije. Want dat is goedkoper. Vroeger sliepen we in Oostenrijk, maar dat was wat duurder. Maar nu slapen we in Hongarije, net over de grens. En dat kost iets van 3-4 tientjes. En dan hebben we eten, 's morgens ontbijt en 's avonds eten. En we hebben slaapgelegenheid. Ja. En dan betaal je 4 tientjes voor. Hé hey Hans, is het niet vermoeiend voor jou? Want ik bedoel, je bent ook niet meer piep, hè? Nee, al die jaren. Nee, hoe zie jij het nou in de toekomst? Nou, als ik eerlijk moet zeggen, wil ik er dit jaar mee stoppen. Het klinkt misschien voor heel veel mensen heel vreemd. Maar ik wil niet direct helemaal stoppen. Maar in ieder geval, ik wil wel wat blijven doen voor de stichting. En de stichting, ja, ook alle waarschijnlijkheid gaat die ook voort, maar op een andere locatie. Je wilt hem niet meer echt gaan dragen? Ik wil niet meer dat gesjouw. En ik wil ook niet meer die verantwoordelijkheid, maar ik wil wel... Ik blijf voor de stichting toch wel dingen doen, dat ik heb fijne, goede contacten nog met ouders. En die wil ik dan zolang als mijn geest en mijn verstand en mijn lichaam het allemaal nog kan, blijven doen voorlopig. Maar niet meer die hele romslons om me heen, want het is toch zo. Ik moet ook aan mijn vrouw denken, Anders Ria, die heeft me al die 18 jaar
enorm goed gesteund. En die had nooit gezegd van, Hans, dat mag je niet, of dat moet je niet doen. Ja, of we iets anders doen, of ja. Maar als u wilt, we hebben hier al, we hebben een, Ria is gek op een cabriootje, we hebben een cabriootje. Dat ding is al een jaar of 15 oud, geloof ik, onderhand. Daar is verleden jaar niet van de stal afgekomen. Nee. Omdat wij geen tijd hebben. En de caravan, zijn, die staat ook heel mooi te staan. De caravan, die lijkt meer staan als dit gebruikt wordt. Ja, dus. En dan vind ik wel, Joost Fien, dan zeg ik heel eerlijk, we moeten nou toch ook eens een keer gaan denken van, We doen nou, en mijn kleinkinderen worden groter en die vinden ook nog leuk opa en oma mee op vakantie te gaan. Ja. Want we gaan ook mee naar Zeeland toe. En over een paar jaar gaan ze niet meer mee. Nee, dat klopt. Ja, en wij worden dan ook al, ik word al 72, dus ik wil het zachtjes aan afbouwen. Ja, want ben jij eventjes tussen, hoeveel uren in de week ben jij dan niet meer? Nou, ik ben er toch zeker wel, iedere dag mee bezig, ja. Iedere dag ben ik mee bezig, ja. Met halen en brengen en uitsorteren. En contact onderhouden. Ja, het is toch, het zal ik toch wel, maar ik hoor het deels wel missen, want het is toch ook weer gezellig met contacten met mensen. Ja. En dit is ook wel een stukje een kindje van jou, hè? Zo het Roemenië en heel die stichting en allemaal dat je de... Ja, zelf bij opgezet hebt. Daar weer los te moeten laten, ja, is toch ook spannend. We hebben het natuurlijk altijd met plezier gedaan, hè? En we zijn ook met nul begonnen op het programma, hè? Want er stond niks toen wij begonnen voor Roemenië. Toen hadden wij helemaal nog geen geld. Ja, zelf. We staken er zelf financieel geld mee in. En dat is ook niet erg, maar ik heb er vreugde van. Ja, geweldig. Dus. Ik vind het mooi. Ik vond het een bijzonder gesprek, Hans. Dankjewel, mijn vriend. En ik wens jou het allerbeste. Dankjewel. Maar ik wil ook nog bij zeggen, ik ben natuurlijk heel blij met zoveel mensen die net als afgelopen week in woensdag die vrachtwagen geladen hebben. Of dinsdag. Die vrijwilligers. Die 25e maart hebben ze die vrachtwagen toch geladen. Al die vrijwilligers die er pro deo, hè, met plezier toch die vrachtwagen laden. En ik vind het toch fijn dat er zoveel fijne mensen zijn rondom huis en buitenhuis. Dat die jou willen steunen en willen helpen. Die vrachtwagen, daar zit ongeveer een 50 kuub in. Ja. He? En die worden dan allemaal door die vrijwilligers, worden die mee ingepakt. En de oudste is toch ook 75. He? En dan vind ik het toch fijn om al die mensen op deze plaats, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Ja. Ria, ik vind het heel fijn dat jij al die jaren mij zo vrij hebt gelaten voor Romein te zorgen. En daar ben ik jou heel dankbaar voor. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Met z'n allen zijn we sterk, hè? En bedankt voor jouw goede zorgen. Oké, graag gedaan. Ja, geweldig.